Goeiedag lieve mensen. Vandaag heb ik een kaartje voor jullie getrokken voor de week van 25 september tot en met 1 oktober. Het is ongelooflijk eigenlijk dat het alweer oktober is bijna. De tijd gaat echt heel snel. Ik heb het kaartje getrokken uit dit deck van de Crystal Angels van Doreen Virtue. En dit was dus het kaartje die ik heb ontvangen en dat is dus amber. Dat is een hele mooie steen amber. Dat is zo een houtgele steen. En eigenlijk is dat ook niet echt steen. Dat is meer het hars van een boom die dus verhard is. En ik zal eens lezen wat erbij staat. Dus geef het aan God. Neem diep adem. En wanneer je dus uitademt, mag je dus de situatie waar je mee zit geven aan God, zodat God deze situatie kan helen. Dus deze kaart gaat dus over bepaalde problemen die je hebt, bepaalde zorgen die je hebt. En je hebt de neiging om daar voortdurend over te piekeren. Piekeren, dat belast je systeem, je krijgt er stress van. Je wordt er vermoeid van. Het kan zelfs leiden tot lichamelijke klachten en ziekten als het lang aansleept. Dus ja, stress en zorgen maken, piekeren, dat is nooit goed. Dus vaak hebben we de neiging tot piekeren, maar eigenlijk helpt dat ook niet. We mogen zoveel piekeren of we willen. Eigenlijk zal dat niets veranderen aan de situatie. Integendeel, het is soms moeilijker om tot een oplossing te komen als je voortdurend zit te piekeren. Dus wat wordt er nu aan je gevraagd om het dus aan God of de engelen te geven? Je mag het ook aan God en de engelen geven of aan een ander lichtwezen waar jij steun van hebt. Bijvoorbeeld aan een gids of aan een overleden dierbare, een krachtdier. Wat ook goed voelt voor jou. Spreek in gedachten, ik raakte niet uit mijn woorden. Spreek in gedachten tot het lichtwezen die jij dus in gedachten hebt. En vertel eventjes de situatie. Lucht eventjes je hart. Vertel wat er op je hart ligt en vraag vervolgens dus om de zorgen van je over te nemen. En om je dus te helpen met een oplossing voor deze bepaalde situatie. Vertrouw er dan ook op dat je geholpen wordt, dat je hulp krijgt en dat er echt wel een oplossing komt. En laat het dan los. Probeer je gedachten op iets anders te richten. Doe iets wat je leuk vindt. Doe iets waar je plezier in vindt. Maar laat deze zorgen los. En vertrouw er vooral op ook dat je geholpen wordt, want je zal ook geholpen worden. Zeker en vast, want je wordt altijd geholpen. Jouw lichtteam staat altijd voor je klaar om je te helpen. En soms komt die oplossing op een heel andere manier dan jij had verwacht. Maar dat is nu eenmaal hoe het universum werkt. Ze sturen naar je toe wat goed voor je is en wat voor je past. Dus accepteer dit dan ook met dankbaarheid. En hou ook in gedachten dat niets gebeurt met een reden. Alles geeft een reden en het kan ook zijn dat er iets gebeurt in je leven wat je echt oncomfortabel vindt, wat je echt niet leuk vindt. Maar weet dan dat er daar een reden achter zit. Hoe moeilijk het ook is om te geloven. Maar vaak worden we sterker van een bepaalde situatie, groeien we uit een bepaalde situatie. Komt er iets beters in de plaats. Dus weet dat alles een reden heeft. Maar stop met piekeren, dat is echt heel belangrijk. Dan ga ik ook nog voor jullie dus 3 keuzekaartjes trekken. En ik ben benieuwd welke kaartjes we krijgen. Ik heb dus 1 kaartje al gekregen. Dan de tweede. En nog het derde kaartje. En ik krijg er 4. En ook mijn hondje Rambo komt mij weer een goeie dag zeggen. Hij is een beetje jaloers, denk ik, dat ik met jullie praat. En geen aandacht krijgt. Oké, dus
Ik mag het nog niet tonen. Ik toon het al. Ik hoop dat jullie het niet gezien hebben. Ik ben een beetje verstrooid door mijn hondje Rambo. Dus dat is kaartje nummer 1. Dat is kaartje nummer 2. Dat is kaartje nummer 3. En ik kreeg nog een extra kaartje. Dat is kaartje nummer 4. Dus 1. 2. 3. En ook 4. Dus welk kaartje trekt je nu het meeste aan? 1, 2, 3 of 4? Er wilde dus blijkbaar nog een vierde boodschap uitkomen. Het kaartje nummer 1 dat ik al deels heb getoond, maar hopelijk hebben jullie niet te veel gezien. Dat is dus kaartje nummer 1, apatiet. En er staat dus op, vooruitgang maar geen perfectie. Dus vergelijk jezelf niet met andere mensen of veroordeel jezelf niet. Integendeel. In de plaats daarvan mag jij je focussen op hoe ver je bent gekomen en wat je al hebt geleerd. Dus ja, vaak hebben we de neiging om ons te vergelijken met andere mensen. Dat doe ik ook heel vaak. Dan denk ik, ja, die persoon heeft dit en ik niet. Of die persoon werkt verder en ik niet. Ja. Iedereen heeft dat, denk ik. Het gras is altijd groener bij de buren, zeggen ze. Alhoewel dit ook niet zo is. Het is slechts een illusie, want ook je buren, al hebben ze mooi groen gras en een mooi uitziend huis en zien ze er perfect gelukkig uit. Ja, dat is niet altijd zo, want ook deze mensen hebben hun eigen problemen en situaties. Dus ja, weet dat het ook niet perfect is bij een ander. Het ziet er misschien zo uit, maar dat is niet zo. Het is slechts een illusie. Een illusie van je geest. Weet dat ieder mens zijn eigen problemen en situaties heeft. Maar het is belangrijk ook om te weten dat elk mens zijn eigen pad heeft. Dus het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld heel succesvol is en dat ben jij nog niet. Ik zeg wel, nog niet, dat kan nog komen, want vaak heeft ons ego ons dan zo van die inhevingen, zo van ja, dat succes zal wel niet voor jou bedoeld zijn, of je verdient het niet om succesvol te zijn, maar ook dat is een illusie. Ons ego en ons brein vertelt ons heel veel illusies eigenlijk. Weet dat ook jij succesvol kan zijn, net zoals die ander. Maar misschien is het nog niet het juiste moment. Of misschien mag je nog bepaalde stappen nemen. Misschien mag je nog wat aan jezelf werken. Het kan. Ook in bijvoorbeeld een partner. Als je ziet dat de ander een partner heeft, een goede partner heeft en jij niet. Dan is het vaak ook een teken dat jij nog aan jezelf mag werken. Dat je dus bepaalde wonden mag helen. Zodat jij dus de juiste mensen zult aantrekken. Dus weet dat je vooruit gaat, je staat zeker niet stil. Elke dag zet je kleine stapjes. De ene gaat sneller dan de andere, maar dat is oké. Je hebt je eigen tempo en dat is goed. Dus zet je stapjes stap voor stap eigenlijk. Je hoeft je niet te haasten, het hoeft helemaal niet snel te gaan. Jij hebt je eigen tempo, je eigen pad. Ook die ander heeft zijn eigen pad. Dus vergelijk jezelf niet en veroordeel jezelf niet dat je nog niet zo ver bent als die ander. Heb geduld met jezelf. Zet de stappen op je eigen tempo. En ja, luister ook niet altijd naar dat ego. Weet dat ook jij het verdient om succes te hebben of om die succes, lieve partner te hebben. Dus jij verdient het allerbeste en ja, doe dit op je eigen tempo. En weet ook dat je dat verdient. Geloof in jezelf en geef jezelf eens een schouderklopje. Hou van jezelf en ja, wees trots op wat je al bereikt hebt. Dus en dan komt alles goed. Doe het gewoon op je eigen tempo. Maar stop met jezelf te vergelijken en te veroordelen, want dat doen we heel vaak. Hou van jezelf in de plaats. Dat is veel belangrijker. Dan kaartje nummer 2 is deze. Dolomiet. En staat op. Wees sterk en geloof. Ja. Wees sterk en geloof. Er is een positieve uitkomst.
Ja, er komt een positieve uitkomst wanneer jij dus een positieve mindset hebt. Ja, dat zei ik ook al in de vorige kaart hier. Dus ja, als jij luistert naar je ego, die bijvoorbeeld zegt dat jij iets niet verdient, ja, dan ga je ook moeite hebben om dat te bereiken. Maar wanneer je dus bijvoorbeeld in jezelf gelooft en echt wel weet dat je het verdient en dat je goed genoeg bent, dat je je best doet, dat je ja, succes verdient, dat je overvloed verdient en dat je daar ook in gelooft dat mogelijk is voor jou, dat je dat kunt krijgen, ja, dan ga je dat ook meer manifesteren. Dus er wordt van je gevraagd om die negatieve gedachten aan de kant te schuiven. En ik weet dat dat moeilijk is. Dat is zeker niet gemakkelijk, want ja, negatieve gedachten komen precies bij de mensen veel meer voor dan positieve gedachten. We zijn altijd gemakkelijker te overtuigen door het negatieve dan door het positieve. Alhoewel, ja, dat negatieve dat brengt ons nergens. Het is soms oké om ons een keer negatief te voelen. Ja, we zijn mensen, we hebben emoties en soms voelt het negatief. En ja, dan is het goed om dat eens te doorvoelen. Maar laat het daarna weer los. En probeer weer deze gedachten te transformeren naar iets positiefs. Spreek ook positieve affirmaties uit, dat zal je helpen. Ja, en zorg ervoor dat je mindset positief is. Dat je gelooft in wat je wilt bereiken. En ja, geloof ook in jezelf, dat is heel belangrijk. En weet dat jij overvloed verdient. Maar probeer echt je te richten op positieve gedachten, want positieve gedachten die trekken positieve ervaringen aan. Dat is heel belangrijk. Dan kaartje nummer 3 is deze, Malachiet. Hij staat dus op voorspoed. Er is een positieve verandering in je flow van goddelijke begeleiding. Dus ja, er is dus een je verbinding met de bron lijkt verbeterd. Het lijkt alsof je dus een betere connectie hebt met de bron en met je engelen. En dit merk je dus door door inzichten die je krijgt en door ingevingen die je ontvangt via je intuïtie. En nu denk je misschien, ja, dat is verbeelding, dat is niet echt, dat is waarschijnlijk niet gestuurd door God of de engelen of mijn lichtteam, maar dat is wel zo. Waarschijnlijk heb jij heel wat innerlijk werk gedaan of bid je veel of vraag je veel hulp. En hierdoor, door daarin te geloven ook, dat je hulp krijgt, krijg je dus ook een betere verbinding met je lichtteam. Met de bron, met je engelen, met je gidsen, met andere lichtwezens die in je lichtteam zitten. En daardoor ontvang jij dus boodschappen via je intuïtie die je dus vooruit helpen. En dan staat hij dus ook op voorspoed. Dus voorspoed, ja, kun je ook een beetje zien als overvloed. Geluk, gezondheid, liefde, vriendschap, geld. Dus de ingevingen en de inzichten die jij krijgt, die willen je op pad helpen. En je helpen om dus al deze mooie dingen te bereiken. Want jij verdient geluk. Je verdient gezondheid, je verdient liefde, je verdient vriendschap, je verdient overvloed. Dus je engelen en je hitsen en je lichtteam, die willen je alleen maar helpen om een beter leven te creëren. Dus luister naar de boodschappen die jij ontvangt van je lichtteam. Ze zijn waarheid, het is heus geen illusie, echt niet. De enige illusies die jij ontvangt zijn van je ego. En de boodschappen die je krijgt die je een goed gevoel geven, dat is van je lichtteam. Geloof daar maar in. Dan kaartje nummer 4 is deze, Aqua Aura. Heel mooi kaartje. Een gezonde communicatie in relaties. Dus een hart-tot-hart discussie of communicatie die zuiver is, die ja, ook...
gebaseerd is op assertiviteit. En assertiviteit is niet agressief zijn. Agressief zijn is gewelddadig zijn. Assertief zijn is voor jezelf opkomen op een liefdevolle manier. Wanneer je zo communiceert, zal dit je helpen om beter begrepen te worden en om anderen beter te begrijpen. Dus er wordt van je gevraagd wanneer je bepaalde moeilijkheden ervaart in bepaalde relaties, om hier dus met de ander over te praten. Dus het is belangrijk dat je dus, zoals op de kaart staat, dat je dus een gezonde communicatie hebt, dat je dus liefdevol communiceert en dat je toch voor jezelf opkomt. Dus er wordt van je gevraagd om eigenlijk liefdevol voor jezelf op te komen. En hoe doe je dat nu? Door de ander niet aan te vallen. Dus als je de schuld steekt op de ander, met de vinger gaat aanwijzen, ja, dan is dat niet liefdevol, want dan zal de ander zich gaan stellen en verdedigen, want die voelt zich aangevallen. Dus wat belangrijk is, dat jij bespreekt wat jij voelt. Dus wat jij voelt, dat is echt heel belangrijk. Dus vertel de ander hoe het voelt voor jou. En dan kan de ander jou zeker niet kwalijk nemen. Dus vertel de ander hoe het voelt voor jou. En ja, luister dan naar de reactie die de ander geeft. Als deze persoon toch wegloopt of dichtklapt, dan is het heel moeilijk om met deze persoon te communiceren. En is het misschien beter dat je die persoon loslaat. Maar wanneer deze persoon dus echt wel om je geeft en open staat voor jou, dan zal deze persoon ook gaan reageren hierop. En zo kun je dus een gezond gesprek voeren. Zo, dit waren dus de kaartjes, de weekboodschap en de vier keuzekaartjes voor deze week. Ik wens jullie alvast een hele fijne week toe en tot volgende week. Daag!